waren Gauguin en Laval nou echt zulke avonturiers? Dat valt ook wel weer mee. Het was per slot van rekening wel een Franse kolonie. En Saint-Pierre, de hoofdstad, werd het Parijs van de Cariben genoemd. En ze konden dus gewoon op iedere hoek van de straat, bij de bakker, croissant krijgen. Net zoals ik nu.